Yes, tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over 5 foutjes die ik maakte bij het trainen van de borst. De borst ging bij mij nooit zo snel groeien en dat kwam ook door veel fouten. Maar nu weten we eindelijk hoe we het beste aan het werk zetten. En dat ga ik natuurlijk in deze video behandelen. Knal vast op de like voor meer gains en laten we beginnen. We beginnen bij een beginnertip en dit ging ook mis bij mij. En dat is dat je te veel schouders gebruikt bij het trainen van de borst. Dit zie je terug bij de push-ups, waar de armen te hoog gaan. Dit zie je bij het bankdrukken of bij de dumbbell press, maar ook zeker bij de flies. Dus wat willen we? Elleboog wat lager, schouders naar achter. Ik doe altijd omhoog, naar beneden en laag. En vanuit die positie wil je pressen. Deze tip hou ik een beetje kort, want dat heb ik vaker behandeld. We gaan door naar de volgende. Fout nummer 2, en dat is dat je te veel presses doet. Maar niet alleen dat, ook te veel free weight. Vroeger dacht ik echt, skip alle machines. En alleen maar barbell bench press, dumbbell bench press. Maar mijn kijk is hierop veranderd. De laatste tijd gebruik ik steeds meer machines. Machines waar je meer adductie hebt, zoals dit apparaat, de supine press. Het nadeeltje en het voordeeltje van machines is dat je minder stabiliteit nodig hebt. Minder snel blessures krijgt en dat het voor je techniek makkelijker is. De machine gewoon veel beter voelt omdat er meer adductie is. Dus ik heb gewoon de barbell bench press weggedaan. En dat heb ik nu al denk ik 3 maanden gedaan. Voor de mensen die sterker willen worden, dan is bench press natuurlijk top. En dat is de koning van de oefeningen. Maar als het echt gaat om spieropbouw, geef het even een kans. Doe wat meer machines. En waar ik mee begon, te veel presses. Vergeet ook zeker niet de flies. De machine fly, de cable fly, die hebben ook zeker een meerwaarde. Dus die 2 tips zou ik zeker meenemen. Fout nummer 3, mensen nemen de push-up niet serieus. En wat ik daarmee bedoel is dat de ego meer getraind wordt dan echt goed de borstspieren. Want als je denkt aan de push-up, gaat het om hoeveel tijd er. Maar ja, door die snelheid ga je niet de beste contractie hebben in je borst. Als jij hem een stuk mooier uitgevoerd, met meer adductie, rustiger tempo, dat ten eerste, dan ga je veel beter die borst voelen. Ik voel hem de laatste tijd zo lekker en dat kan ik gewoon niet nabootsen met de barbell bench press. Dus, als jij je ego wil trainen, prima om heel veel push-ups eruit te knallen. Mij boeit het niet of jij de 50 doet. Mij boeit het ook niet dat ik er misschien niet 50 kan. Wat me wel boeit is dat die borst gaat groeien. En als je echt deze techniek gebruikt, rustig 1, 2, 3. Ik doe nog een pauze op de helft, dus ik ga zelfs minder diep. Dan hou ik de spanning perfect in mijn borst. En als ik uitdoe, in plaats van dat de ellebogen naar boven gaan, waar we het net al over hadden, doe ik ze naar binnen en dan doe ik een soort van dip. En dan voel ik mijn borst echt perfect aanspannen. Ik heb het al in de shorts behandeld, die ook op mijn YouTube kanaal staat. Maar ja, die hoef je nu niet meer te kijken. Dus nu iets meer uitleg over die push-up. Als je hem zo doet, dan gaat die borst echt groeien. Leg desnoods 10 kilo op je rug en doe desnoods 8 herhalingen. Want ja, waarom zouden we de push-ups 40 herhalingen doen? Dan is het weer alleen conditie en je ego. Dus de push-up, het is een topoefening. Doe wat extra gewicht erbij en doe de rep range een beetje tussen de 6 en de 15, misschien tot de 20. Fout nummer 4, jongens, is te grote range of motion. Vroeger dacht ik echt, met alles super diep, met de fly super diep, maar dat is niet nodig. De laatste tijd voel ik mijn borst veel beter werken als ik dus, wat ik al zei bij de push-up, stop bij 90 graden en hem dan uitpush. Maar dat heb ik bij elke oefening toegepast. Bij de dumbbell press ga ik iets minder diep en dan hou ik hem echt vast. Bij de bench press, bijvoorbeeld ook de spotto bench press, ik voel hem veel lekkerder. Maar ook bij de flies, jongens. Iets minder diep, hou die spanningen goed op en bam. Zo doe ik het nu. Probeer het eens, vooral met die pauze, want we willen natuurlijk niet hele snelle reps. Boom. We hebben het weer eigenlijk over wat we bij de push-up deden. Ons ego trainen, snelheid. We willen gewoon wat meer controle, rustiger tempo. En soms moet je echt even vergeten wat je eerst deed aan herhalingen, aan gewicht. Zie het als een nieuwe start voor die borstspier. Dus ik stop bij 90 graden bij de push-up, bench press, dumbbell press. En bij de fly ga ik ook niet al te diep. Fout nummer 5 is je focus niet op de perfecte adductie bij het trainen van borst. Sowieso bij de bench press waar ik het al over had, het is eigenlijk alleen maar pressen. Het mist dat stukje adductie. Dus om die borst extra te activeren, willen we focussen op de adductie. Wat is adductie? Eigenlijk gewoon de biceps, oftewel de ellebogen naar elkaar toe brengen. Deze functie. Dat heb je dus wat meer bij een fly dan bij een press. Fout nummer 2, en dat is dat je te veel presses doet. We willen echt focussen op goed de ellebogen naar elkaar toe brengen, in plaats van dat mensen focussen op ik breng de vuist of de handen naar elkaar toe. De schouder gaat naar voren.
en die adductie is niet compleet. Een tijdje heb ik ook crossovers gedaan. Dan ging ik zelfs nog verder voor die adductie. Vond ik lekker. Maar de laatste tijd ben ik daar weer mee gestopt. Ben ik weer teruggegaan naar zelfs duren vasthouden. Dat doe ik bij de machine fly. Dat doe ik nu bij de kabels. Er zijn meerdere manieren. Alleen, we willen gewoon zoveel mogelijk die borstspiervezels aan het werk zetten. Kijk even wat jij het lekkerste vindt. Sowieso, wat ik je 100% kan verzekeren is, dat je borst goed gaat groeien van focus op adductie. Wil je nog wat checken bij mijn protein? Linkje in de beschrijving, code Anthony voor 25% korting. Dat was de video jongens, hopelijk vond je hem handig. Laat dan even je like achter. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Laat ook een comment achter wat je van de video vond. En ik zie je bij de volgende. Later. We'll be right back.